Nijmegen sluit de Gifdijk in het stadsdeel Noord vanaf november permanent af voor doorgaand verkeer. Dat betekent dat veel inwoners van het dorp Oosterhout dan niet meer via de Gifdijk naar Nijmegen kunnen, maar moeten omrijden via de N325. De afsluiting van de weg zorgt voor verdeeldheid in de regio. Per komende november zal de gemeente Nijmegen een deel van de Gifdijk afsluiten voor doorgaand verkeer. Voor omwonenden van de weg is er een ontheffing afgegeven, alleen valt het dorp Oosterhout buiten het gebied. Dat riep vragen op bij Ans Huisman, raadslid in de gemeente Overbetuwe. Je hebt natuurlijk hier ook zoals het dorp Oosterhout. Dat zijn mensen die gewoon hier in de buurt wonen, die hier gewoon naar de Stadsbrug willen of naar Nijmegen. Nou, het zou echt van goed nabuurschap getuigen om te zorgen dat die buurtgemeenten dat die ook een ontheffing krijgen. Voor wethouder Dame van de gemeente Nijmegen zit een uitbreiding van het ontheffingsgebied er niet in. Er zal eerder geminimaliseerd gaan worden in het aantal auto's dat gebruik mag maken van de doorgaande weg. Wat er nu is, we zien al dat in de spitstijden waar het nu geldt ook al heel erg druk is. Dus dat gaan we niet groter maken. Dit is een besluit wat genomen is bij het instellen van de knip dit gebied. En dat maakt al zoveel drukte dat wij alleen zeggen we maken het 24 uur per dag. Als het dan nog te druk blijft over de hele dag gaan we eerder het gebied kleiner maken dan dat we daar meer mensen bij betrekken. Wethouder Dame legt uit dat er op basis van verkeerskundige onderzoeken en andere routemogelijkheden na overleg met inwoners en verschillende instanties het besluit genomen is om de Gifdijk volledig af te sluiten. Toch blijft er twijfel bij raadslid Huisman over de onderzoeken. Nijmegen heeft deze hele wijk uit de grond gestampt, min of meer. En ik zeg gestampt, want het is in korte tijd heel veel woningen. Ik neem aan dat er een goede verkeersplanologische onderzoek onder ligt. En dit had volgens mij voorkomen kunnen worden met een goed onderzoek. Want als je hier al deze woningen op de Gifdijk ontsluit, wat feitelijk gebeurt, ja, dan weet je dat er heel veel bewegingen komen. Zeker als je kijkt dat hier heel veel jonge mensen wonen die ook auto's hebben, die soms twee auto's, en die allemaal naar hun werk gaan of anderszins, ja, dan is het wachten op dat er zoiets gebeurt. Als het aan wethouder Dame ligt, is het een kwestie van andere routes kiezen om Nijmegen verbindend te houden met de snelweg en buurgemeenten. Ja, we hebben hele mooie wegen aangelegd die hartstikke goed grote hoeveelheden verkeer aankunnen, maar die gebruiken mensen nog niet goed genoeg. Dus wij willen hen mede door deze knip naar die route wijzen.